Voor de laatste activiteit van deze zomervakantie fietsen we weer naar Zutphen voor een bezoek aan Vlindertuin de Kas. Een tropische omgeving vol kleurrijke vlinders en planten. De tropische kas is weliswaar kleinschalig, maar het ziet er allemaal verzorgd uit met overal dartelende vlinders in allerlei kleuren. Ze zijn veelal als cocon geïmporteerd uit landen als Costa Rica en de Filipijnen. Tevens is er een uitwisseling met andere tropische vlinderparken om nog meer diversiteit in de vlinderkas te krijgen. Ze transformeren dan hier van rups tot fladderende vlinder en kunnen zich in de kas te goed doen aan de nectar van de vele bloemen en planten die hier staan. Met de schitterende blauwe kleur en levendige vliegkunsten zijn de morfo's de absolute sterren onder de tropische vlinders. Ze zijn wel heel lastig om op beeld vast te leggen. Ze gaan vrijwel nooit zitten met de vleugels gespreid. Ze zijn wel dol op stukjes fruit. Met een warm gevoel nemen we afscheid van Vlindertuin de Kas. Hier eindigt ook onze zomervakantie van 2020. Wat hebben we het weer fijn gehad. We waren deze keer in Zuid-Limburg en de prachtige Veluwezoom.